Welkom terug bij het praatprogramma op uw lokale omroep, Boven Tafel. We praten met Else van Hemert, de zangeres van de groep Friends. En zij hebben een liedje geschreven ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van Oud-Beijerland. Nou, dat liedje is er gekomen eigenlijk uit een wedstrijd. Een aantal inzendingen en daaruit was jullie liedje de beste. Zodoende. Past het liedje ook bij Trio Friends? Of is het echt een gelegenheidsliedje voor jullie? Het is een gelegenheidslied, ja. We voelen er allemaal drie iets bij, want we zijn alle drie echte Oud-Beijerlanders. Maar we zoeken toch wel wat repertoire met wat, iets wat meer pit, zeg maar. Ja, waar moet ik dan aan denken? Op het ogenblik, Faya Condios vinden we erg leuk. We hebben Make You Feel My Love. Dus jij zingt ook andere beetje talen? Ja hoor, Engelstalig is eigenlijk wel favoriet. Ja. Nou, hoorde ik net het verhaal dat jullie terecht zijn gekomen bij die hele inzendingen en uiteindelijk het beste liedje hebben gemaakt. Jullie hebben gereageerd dus op een advertentie om het liedje te schrijven, dat werd om gevraagd. Wisten jullie toen meteen van, joh, daar gaan we aan meedoen? Of, Nou, dat hebben die mannen eigenlijk een beetje onderling bekokstoofd. En toen het lied af was, hebben ze aan mij gevraagd of ik het wilde zingen. Dus die hebben jou meegetrokken. Wat zeg je? Die hebben jou eigenlijk meegetrokken. Ja, precies. Ja. Ik mocht nog een paar aanwijzingen doen. Nog een paar veranderingetjes. Maar nee, die mannen hebben het in elkaar gezet. En ja. Nou, dat hebben ze goed gedaan, denk ik. Ja. Nou, voor de nieuwsgierigen zometeen wordt het liedje ook gezongen hier bij ons. Hoe is de tekst van het liedje tot stand gekomen? Want het gaat over Oud-Beijerland. Het zijn drie coupletten. Wie heeft die tekst gemaakt? Frans. En Ries samen. Ja, dus jij bent echt alleen maar de zangeres? Ja. En heb je enig idee hoe Frans en Ries dat hebben gedaan? Ja, ze hebben wat was je daar niet bij eigenlijk? Nee, het allereerste begin niet, nee. Moesten ze wel jouw toestemming hebben? Nee. Nee, zo is dat niet gegaan. Die mannen hebben gewoon lekker zitten... Klapversies gemaakt. Ja, werd precies. Werd af en toe zat weggegooid. Met steekwoorden heb ik begrepen. En, Want hoe is het opgebouwd? Nou, het eerste stukje is steeds van hoe het nu is, zeg maar. En dan het tweede deel van het coupletje is van maar weet je nog van vroeger. En dan het refreintje is van ja, dat het dorp van mijn hart is. Ja, nou heeft het liedje dus drie coupletten. De eerste gaat over de suikerbiet, hè, zie ik. Ja. Maar dan denk ik vooral aan Putterzoek. Ja, oké, dat kan. Ja. Maar de hele Hoekse Waard ligt vol met het klei waar de suikerbieten in verbouwd worden. Hè. Ja. Dus ook Oud-Beijerland. Nou, in de haven van Oud-Beijerland werd vroeger natuurlijk ook nodig aan vervoer en handel gedaan. Dus, ja, dat is het eerste couplet. Het tweede coupletje... de stoomtram, ik haalde maar wat uit. Ja. Die heeft door Oud-Beijerland gereden, waar reed die? Ja, over de dijk. Hè? En het stationnetje, dat is waar nu dat van de heren van Beijerland ja. of zo. Ja, hè? Ja. Dus bovenop de dijk, dat was het stationnetje. Dus daar reed de tram overheen. En heb je dat zelf nog meegemaakt? Nou, nee. couplet 3 gaat over de graaf, hè? De stichter van Oud-Beijerland. Graaf van Egmond. Ja. Nou hebben jullie pas op een gelegenheid gespeeld. Daar is uitgebreid stilgestaan bij die graaf. Hè? Ja, hij komt ook regelmatig langs. Hè? Bij alle activiteiten. Ja. Met zijn vrouw. Ik heb ze van de week nog gezien samen. Ja. Leuk stijl. Ja. Nou, wat is je bijgebleven van die graaf? Van toen de tijd, van die stichting? Want jullie hebben daar ook een reden over gehoord. Nou ja. Dat hij het in ieder geval allemaal gesticht heeft. Ja. Daar komt het op neer. Ja, jij zingt het alleen. Hè? Hebben jullie nog rekening moeten houden met de tekst of met de melodie? Waren er nog voorschriften voor die wedstrijd? Nee, alle niet vrijheid. Ja. Nou, dan geef ik jullie nu alle vrijheid, want jullie gaan het liedje voor ons zingen. Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van Oud-Beijerland. Moet ik even kijken wie dat allemaal gaan uitvoeren. Het zijn namelijk Els van Hemert, daar hebben we het net mee gesproken. Ries Kooijman speelt de gitaar en zingt ook gewoon mee. En Frans Vos, die speelt accordeon en zang. Nou, hier zijn ze met Oud-Beijerland, dorp van mijn hart. Dorp aan het water met
suiker, bieten, pulp aan je stoel. Houd bij er land, door van mijn hart. Ik voel me thuis hier in jou. Waar ik ook ben, waar ik ook ga, dit is de plek waar ik van hou. Dorp tussen gorzen met rietkraag omsloten, Hooglanders grazen tot de zalmvisserij. Ook cultuur zo divers vinden dorpsgenoten veelvuldig terug met elkaar. Maar wie weet nog de stoomtram die over de dijk reed, van straten en pleinen met veel kinderspel, van de molens die dijken met draaien versierden en graanhalden van takkerveld. Houd bij het land, dorp van mijn hart, ik voel me thuis hier in jou. Wie weet nog van vroeger, van het land woest en ledig, van waaruit graaf van Egmond dit alles begon, stichtte 450 jaar terug onze polder, en vanaf die tijd scheen de zon. Nou, Leven Oud Beierland, het was het jubileumlied ter ere van het 450-jarig bestaan van Oud Beierland. Prachtig gespeeld door de groep Friends. We gaan het vast nog vaker horen op dat jubileum. Bedankt voor het kijken naar Boventafel, het praatprogramma op uw lokale omroep. Tot de volgende keer.